Windhoos vernielt 70 strandhuisjes. Het is donderdag 23 juni. Dit is Zeeland Nu. Ravage op het strand van Oostkapelle. Actie tegen plannen Nollebos. En tolen wordt op de T-kaart gezet. Dag dames en heren. Op sommige plekken in Zeeland was het flink raak vannacht. Vooral de Schouwse en Walcherse kust kregen te maken met heftige buien. Op het strand van Oostkapelle richtte een windhoos flinke schade aan. Op het strand bij strandtent Zeecafé bij Oostkapelle is het net alsof een vliegtuig is neergestort. Overal liggen delen van strandhokjes, strandstoelen en kinderspeelgoed. De eigenaar van de strandtent heeft al wat van die spullen verzameld, zodat de eigenaar het op kunnen komen halen. Een hevige wind, zoals vannacht over delen van het strand raasde, heeft hij nog nooit meegemaakt. Ik heb het nooit eerder meegemaakt en ik heb zo even iemand gesproken die al zijn leven lang op het strand hier werkt in Oostkapelle en die heeft het ook nog nooit meegemaakt. Wat is uw schade? Ik heb nog geen idee, de aannemer die komt zo, maar ja, wat doe je tegenwoordig nog voor 1.000 euro? Dus ik kan het nog niet overzien. We moeten gewoon die cabines helemaal demonteren. Eerst leeghalen, dan demonteren en dan opnieuw opzetten. En dan zullen we wel zien. Eén ligt er helemaal in puin. Ja, want u heeft hier 6, 8 van die bruine huisjes, zeg maar. Die zijn compleet weggewaaid. Hoe kan dat nou? Ja, hoe dat kan, ik weet niet. Daar staan stoeltjes, 5 hoog, plastic stoeltjes. Die staan op precies hetzelfde als gisteravond. Die til je met 1 hand op. En 10 meter verder liggen de cabines, zoals je hier aantreft. Volgens de mensen van de strandwacht op het strand van Oostkapelle is dit wel heel bijzonder wat er is gebeurd vannacht. Er is waarschijnlijk een valwind geweest hier op het strand Oostkapelle. En die valwind die heeft schade aangebracht aan 70 huisjes. Van die 70 huisjes zijn er ongeveer 35 helemaal plat gewaaid, gelijk helemaal uit elkaar. En andere 35 huisjes die zijn van hun fundering afgegooid. Dus er behoorlijk wat schade. Hij schat de waarde op zo'n 70.000 euro. En of de verzekering dat betaalt, weet hij niet. En niet alleen in Oostkapelle was het raak. Ook op Schouwduiveland sloeg het noodweer toe. De openbare basisschool Theo Thijssen uit Zierikzee moest vannacht het schoolkamp in Renesse ontruimen. Groep 7 en 8 verbleven deze week op camping Julianenhoeve. De partytent vloog na middernacht de lucht in en kinderen moesten uit hun tenten vluchten naar een veilig heen komen. Ze zijn in de loop van de nacht allemaal opgehaald door hun ouders. En aan het schoolplein in Haamstede viel een boom op een auto. Volgens een omwonende is de boom mogelijk geraakt door de bliksem. Het voertuig is totaal verwoest. Hoe gaat het Nollebos in Vlissingen eruit zien? De bouwplannen kunnen vanavond worden bekeken. Ondernemers willen recreatiewoningen en een hotel neerzetten in het natuurgebied. En hoewel er nog weinig op papier stond, zijn maanden geleden al 7000 protesthandtekeningen ingezameld. En die komen van mensen uit de hele provincie en van Duitse toeristen. En die willen de rust en de ruimte in hun Nollebos niet kwijt. Het Nollebos, de groene long van Vlissingen. Populair door de combinatie van zee, strand en bos. De initiatiefnemers voor bebouwing zijn de eigenaren van de sauna en de kanovijver in het Nollebos. En projectontwikkelaar Ecoparks uit Noordwelle. Maar er is veel geheimzinnigheid. De initiatiefnemers willen alleen kwijt dat niemand bang hoeft te zijn voor een verstening van het Nollebos. Het wordt heel ruim opgezet, met hier en daar een huisje tussen het groen, zeggen ze. Tegenstanders zijn er niet gerust op. En als geruststelling zeggen ze staan verspreid door het bos. Ja, dat is eigenlijk nog erger, want dat betekent dat het hele bos gebruikt wordt. En straks staan de slagbomen en mogen wij er niet meer in. Actievoerders zamelden vorig jaar al 7000 handtekeningen in tegen bebouwing van het Nollebos, terwijl nu pas dus de echte plannen bekend worden gemaakt. Actievoerders vinden hun handtekeningen niet te voorbarig. Of dat nou met huisjes is die een puntdak, een platdak hebben of wat dan ook, hoe het eruit ziet, dat was op dat moment niet belangrijk. En we hebben ook heel veel mensen gehad uit Duitsland, uit België, die getekend hebben en zeiden we komen hier voor de unieke natuur. En als dit weggaat, ja, wat hebben we dan nog in Vlissingen te zoeken? En ook vanavond willen tegenstanders weer met veel mensen naar de informatieavond. Om te laten zien dat wij ons bos en ons park willen houden, ja, voor dagrecreatie. Ja, logisch. Ja. Hartstikke goed. Ja, dus. Zoveel mogelijk mensen optrommelen, honderden zitten, mensen die hier graag wandelen. Ja, dus als je mensen ziet, zeg het voort en spoor ze aan om te komen. Ja, en Ariane Lafort staat bij dat Nollebos. Ariane, ja, die mensen die we net zagen, die komen in ieder geval. Hoeveel mensen worden er verwacht?
Ja, ik heb vanmiddag nog met de actievoerders gesproken. Ze zeggen, ja, we hebben echt iedereen opgetrommeld van kom naar die informatieavond. Ze zeggen, nou, we komen zeker met 50 mensen, waarschijnlijk meer. De gemeente Vlissingen heeft het zekere voor het onzekere genomen. En een extra zaal erbij ter beschikking gesteld waar veel mensen in kunnen. Zodat iedereen de presentatie kan volgen. Ja, in je bijdrage sprak je over geheimzinnigheid vanuit de ondernemers. Van waar eigenlijk die geheimzinnigheid? Ja, die initiatiefnemers van de Kano-vijver en van het sauna-complex willen absoluut niet voor de camera. We zijn nogal geschrokken van die 7000 handtekeningen vorig jaar. Waarvan zij zeggen, ja, waartegen hebben de mensen nou getekend? Want ze kenden de plannen helemaal niet. Maar goed, ze wilden in ieder geval ook niet bij Omroep Zeeland in aanloop naar die informatieavond iets komen vertellen. Zo bang zijn ze dat wat ze ook zeggen of doen, dat dat enorme weer gelijk zo'n storm veroorzaakt. Ja, en hoe schat jij de kansen in? Gaat het te komen, die bebouwing daar in het Nollebos? Ja, de tegenstanders hebben wel het tij mee. Want er is in Nederland op dit moment een discussie over bebouwing van de kuststrook. Dat mensen zeggen van, maak er nou geen knokken van. Hè? Plan het nou niet vol met vakantieparken. Want dan gaat dat rustige, dat groene waar juist de toeristen op afkomen, ja, dat gaat dan verloren. Maar er zitten meerdere kanten aan de zaak. De komst van zoveel recreatiewoningen in het Nollebos kan natuurlijk een enorme economische boost voor de omgeving betekenen. Niet waar, zeggen de tegenstanders. Het kenniscentrum kusttoerisme heeft dat onderzocht. Heeft ook gekeken welke mensen die huisjes gaan kopen, want het wordt allemaal particuliere verkoop. Heeft ook uitgezocht dat die toekomstige eigenaars, dat zijn bijna allemaal Belgen die niet meer aan hun eigen kust kunnen recreëren. Die willen het niet verhuren, die willen het voor zichzelf houden. En daaruit, uit dat onderzoek van het kenniscentrum bleek dat ze 9 à 10 keer per jaar hier zijn. Dus er is helemaal geen economische activiteit. Die 9 à 10 keer, dan trekken ze toch de stad in en gaan ze in een restaurant zitten? Of gaan ze thuis gourmetten, bent u bang? Die gaan dat voor een groot deel thuis doen. Ja, want die brengen hun eten mee. Dat is ook de ervaring op andere van dit soort parken. Duidelijk is dat nog voor de echte plannen op tafel liggen, de emotie al hoog is opgelopen. We zullen het gaan zien. Inderdaad, hoe de plannen gaan uitpakken. Wij zijn ook heel erg benieuwd. En ik hoop dat velen met mij komen kijken. Want helaas is het zo dat de gemeente vaak een ander belang heeft dan wij. En heel vaak gaan economische belangen voor het belang van de mens en van de natuur. En in dit geval lijkt me dat heel duidelijk. De politie houdt 30 mensen in Zeeland in de gaten omdat ze mogelijk radicale denkbeelden hebben. Het gaat dan om geradicaliseerde moslims, dierenactivisten en aanhangers van extreem links en rechts. Een van deze 30 zit vast. De politie benadrukt dat de gearresteerde niet vastzit voor terrorisme, maar om een andere reden. Hij is wel de persoon in de groep waar justitie zich het meest zorgen over maakt. De politie en het Openbaar Ministerie zien de afgelopen jaren het aantal geradicaliseerde mensen toenemen. Zeeland volgt daarmee de landelijke trend. Het aantal straatroven en overvallen in Zeeland neemt toe, blijkt uit cijfers van de politie. De politie ziet dat de overvallen vooral gepleegd worden door lokale daders. Het lukt de politie dan ook bijna altijd om de zaak op te lossen. Het aantal inbraken is wel fors gedaald. De eerste 5 maanden van dit jaar werd er ruim 300 keer ingebroken. Vorig jaar was dat zo'n 450 keer. Een belangrijk bezoek in Goes vandaag. De jury van de wedstrijd Entente Florale keurde voornamelijk vanuit de bus het groen in de stad. Goes is met 3 andere steden in de race om de titel groenste stad van Nederland. Tijdens de keuring wordt niet alleen gelet op het aantal planten en struiken. We kijken naar visie, we kijken naar beleid, naar de duurzaamheidsaspecten, de recreatie, landschap, de buitenkant van de, al die aspecten bekijken mijn juryleden, de deskundigen kijken daarna. De jury maakt half september de winnaar bekend. Thee en koffie verkopen aan voorbijgaande fietsers en wandelaars. Op boerderijen mocht het al langer, maar nu mogen veel meer inwoners van de gemeente Tholen een theetuin beginnen. Gewoon om wat bij te verdienen en ook natuurlijk om Tholen wat aantrekkelijker te maken voor toeristen. Nou, we gingen op de thee bij initiatiefneemster Patricia Hartman in Oud-Wolsemeer. Eigenlijk kwam dat door mijn man. Die wilde aan het begin van de weg hier
een tentje zetten met wat blikjes, een koelkastje met zo'n potje om dan wat geld in te doen. Maar dat vond ik een beetje saai. En we hadden deze voortuin toch eigenlijk als één groot grasveld. Dus toen dacht ik, nou dan is het net zo leuk om daar wat stoelen en tafels te zetten en de mensen gewoon uit te nodigen. En zo is deze theetuin in Oud-Vossemeer ontstaan. Fietsers en wandelaars kunnen hier even tot rust komen tijdens een lange tocht. Wandelaars, fietsers die hier echt een rondje doen en denken, nou eventjes een tussenstop. Sanitaire stop is zelfs mogelijk. Het idee om een theetuin te beginnen spookte al langer door Patricia's hoofd. Maar koffie en thee verkopen vanuit een normaal woonhuis mocht tot voor kort niet. Toch wisten de gemeente Tholen te overtuigen. Ze vonden het initiatief gewoon heel erg leuk. Ze zijn best wel bezig met toerisme op Tholen. En vandaar dat ze dit wel konden waarderen. Dus zijn ze toch nog maar eens om de tafel gaan zitten. En toen hebben ze toch besloten om daar een aanpassing in te maken. Dat nu ook mogelijk is. Op bepaalde voorwaarden om als particulier ook een theetuin te mogen starten. Ze moeten de buren toestemming geven en moet het huis in een buitengebied aan een fiets- of wandelroute liggen. Patricia's theetuin voldoet aan alle eisen. Zo heeft ze de eerste vergunning voor een particuliere schenkerij binnengehaald. Nu is het belangrijk om zoveel mogelijk toeristen naar het dorp te trekken. Hierachter heb je het Rammelgors. Dat is natuurlijk een heel mooi natuurgebied. Mensen gaan daar vaak fietsen en wandelen en dan kom je precies hieruit. Dus het is, ik denk dat het heel positief is dat er hier ook wat meer leven in de brouwerij is voor de toeristen. Om deze kant van het eiland ook te zien. Want het is wel mooi hoor, deze kant ook. Het Badhotel in Domburg viert dit weekend zijn 150-jarig bestaan. Het hotel is van oudsher een blikvanger. En nog steeds worden de gasten met alle egaars ontvangen. Maar de echte gloriedagen van het hotel lagen toch in de 19e eeuw. Het blijft ook na 150 jaar een mooi plaatje. In de hal van het hotel vertelt een collage van foto's en artikelen de kleurrijke geschiedenis van het Domburgse Badhotel. De knipoog terug naar het verleden, wat onze basis is ook weer voor de toekomst. En die laten we daar zien van dokter Metzger met zijn aanwezigheid, graaf Stroganov met de uitspraken en de anekdotes die over hem leven. Dus we kijken zo terug over al die jaren en al die illustere gasten die we gehad hebben. En al zijn de gasten niet altijd meer van adel, directeur Govert Jansen gelooft heilig in het succes van het hotel. Ik denk dat de gasten het Badhotel altijd al gekend hebben als een bedrijf wat een grote naamsbekendheid had. En ik heb dat denk ik verder mogen helpen uitbouwen. Wat wel op mijn konto te schrijven is dat we het financieel wat gezonder hebben kunnen maken, het bedrijf. En ik denk inmiddels zo gezond, we zijn eind volgend jaar helemaal onafhankelijk van welke instantie dan ook. Zijn er geen schulden meer, alles is afgelost en afbetaald. Dan kunnen we goed vooruitkijken samen. En dat we de afgelopen jaren te baat hebben genomen om, in tegenstelling tot waar de economie op zijn donder kreeg de afgelopen 8 à 10 jaar, dat wij juist een investeringsprogramma hebben opgezet. En we zien dat zich dat uitbetaalt, omdat elk jaar de bezetting nog wat stijgt ten opzichte van het jaar daarvoor. Terugkijken is leuk. 150 jaar moet gevierd. En daarna de blik weer strak op de toekomst. Dat is natuurlijk nog belangrijker. Wat gaat er niet alleen de komende 150 jaar gebeuren, want gaat er de komende 10 jaar gebeuren in Domburg en het Badhotel? Ja, in de studio Anke Taniatou. Anke, we gaan eventjes terug naar die 19e eeuw. Al die adel, al die adellijke mensen, ja, hoe kwamen die in Domburg terecht? Ja, die reisden door Europa en dat noemden ze de badadel. En die gingen bijvoorbeeld naar Scheveningen, want dat was een kuuroord. Nou had Domburg wel zee en strand, maar wat heb je nodig voor een kuuroord? Een arts. Ja. Nou, en dat werd dokter Metzger. En die was bij de adellijke dames nogal in trek. Dr. Johan Georg Metzger is de man die Domburg vanaf 1886 op de kaart zet. Hij had een praktijk in het Amstel Hotel in Amsterdam en besloot zich in Domburg te vestigen. En hij nam gewoon zijn hele klantenkring mee. De vorstin van Wiet bijvoorbeeld, prinses Marie der Nederlanden. Maar ook haar schoonzus, de Roemeense koningin. En hij werd ook al genoemd de dokter met de gouden duimen. Want hij wist dames, heren van hoog adel, wist hij toch al een beetje te kneden. Dat al hun kwaaltjes die ze hadden opgelopen in al die tochtige kastelen in Rusland en in Duitsland, dat die als sneeuw voor de zon verdwenen. Domburg werd een kuuroord voor de adel.
Maar ook de Zeeuwse rijken kwamen naar de badplaats. Onder andere bijvoorbeeld ook wel de Middelburgs en de Zeeuwse chic. De Boldaars, de Sprengers, de Schorers. Die hoorden op een gegeven moment ineens ook tot die inner circle van de Europese fin de fleur. Maar ook, je moet ook bedenken, er kwamen koetsjes langs met het wapen van prins Gagarin uit Rusland. En vorst Smirnov en noem maar op. Die liepen hier allemaal een beetje te flaneren. Ja, allemaal chic, adel, koetsjes. Ja. Wanneer kwam de klad erin? Ja, nou eigenlijk na de dood van Mesrin, toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. En toen hadden vooral de Duitse adel wel iets anders te doen. Nou, in de Tweede Wereldoorlog werd het als kazerne gebruikt, het hotel. Daarna is het nog een poosje een soort opvanghuis voor mensen geweest die dakloos waren. Ja, toen zat er eigenlijk al een beetje de klad in. Het was niet echt druk meer. Het is ook nog afgebrand in 1992 en weer opgebouwd in 1994. En dat is eigenlijk het badhotel zoals het er nu nog steeds staat. Ja, eigenlijk het hotel gewoon voor de hele simpele, normale mensen. Ja, je moet wel een iets dikkere portemonnee hebben. Maar je hebt... Hoe dik? Nou, voor €200 in het hoogseizoen heb je al een goede kamer. En als je dan kijkt naar vroeger... Ja? Het hele Zeeuwse archief is geen prijs te vinden, maar dat was leuk. Want vroeger was dat onderhandelbaar. Okay. Het ging gewoon wie je was en hoe lang je bleef. En dan keken ze wel wat het moest kosten. Een grote koets was zeker. Ja. Dank je wel, Anke. Na een nat begin van de dag klaarde het toch nog flink op. Dit is op de Oosterschelde. Een mooie wolkenfoto ook binnengekregen, hier uit de buurt van Ierseke. Het werd vandaag zo'n 25 graden. Nou, morgen wordt het iets minder warm dan vandaag, 20 tot 22 graden. 'S Ochtends kan er nog een bui vallen. In de middag breekt dan nog de zon door. Nou, dat was Zeeland nu voor vandaag. Alles nog eens terugkijken, dat kan. Bekijk de app of de website omroepzeeland.nl. Zometeen Zeeuwen in de West. Nog een hele mooie avond.